deze video demonstreer ik een humeroradiair tractie bij een beperking van de extensie in de elleboog. We fixeren de bovenarm op de bank. Distaal pakken we de radius vast, dus aan de duimzijde. Draaien met ons eigen lichaam de andere kant op en creëren hierdoor een tractie humeroradiair. Dit is belangrijk omdat tijdens een extensie de arm in een valgestand komt en het radiuskopje distaal moet glijden. Dus nogmaals, fixeer de bovenarm op de bank, pak het distaal de radius vast, draai met ons eigen lichaam van de patiënt af. Hierdoor creëren we een tractie humeroradiair. Ik kan het radiuskopje distaal glijden. We houden dit 20 seconden vast. En na minimaal 20 seconden laten we hem weer los.